Ik sta vandaag bij de Dutch Innovation Factory en in deze voormalige boterfabriek, die helemaal is omgebouwd, dus een heel super hip pand. Daar wordt vandaag een trend event gegeven van Sandra Keunings van Trendlogic. En zij werkt als trendanalist in de sierteeltsector. En ze geeft dus 2 keer per jaar dit soort events waarop je de laatste trends kan spotten. Dus wie weet dat ik vandaag een leuke takeaway voor jullie heb. Op dit moment zie je achter mij de trendtafels. En de trendtafels, ik zou ook een beetje draaien. De trendtafels, daar staan eigenlijk de 8 trends van Sandra op gepresenteerd. In producten die er nu al zijn. De eerste helft van de trendlezing is voorbij. De tweede helft gaat nu beginnen. Op het scherm zie je een video van een lichtinstallatie. En ik denk dat hier een heel leuk verhaal achter zit. Wat je hier beneden ziet, dat zijn tafels waarop de trends helemaal zijn uitgewerkt met producten die er nu al zijn. De trendlezing ging eigenlijk over 2017, dus dat ligt nog een seizoen verder. Maar een van de dingen wilde ik meteen in praktijk brengen, dat was film van bovenaf. Want techniek is heel belangrijk. Nou, het filmen van bovenaf is natuurlijk zoals de drone. Dus vandaar meteen in praktijk gebracht. Ik heb het aan Sandra gevraagd of ze een trend takeaway wilde geven, maar ze zei eigenlijk gaat het niet om mij. Maar om de trends. Dus vandaar dacht ik, laat ik mijn eigen trend takeaway geven. Dit is mijn takeaway. Dat was het beschuit met muisje. En voor mij staat dit beschuitje met muisje. Die kwam eigenlijk in elke trend terug. Niet zo letterlijk. Hij heeft weinig met geboorte te maken. Maar het gaat vooral om mengen. Er zijn heel veel mixen, mengen, samenvoegen. Dat zijn woorden die ik eigenlijk in elk thema heb voorbij horen komen. En dan gaat het om jong en oud, jongetje, meisje, roze met blauw, culturen die samen gaan smelten. Dus het zijn allemaal die contrasten die juist samenbrengen. Dat soort mengvormen, dat was voor mij de grootste takeaway van deze trend event. En nou ja, de rest van alle trends die je achter mij ziet, waar iedereen naar aan het kijken is, die ga ik zeker nog voorbij laten komen in mijn verdere vlogs. Dus tot ziens!